We hebben 6 weken om te klussen en te verbouwen voordat we erin moeten. Dus ik ben al snel begonnen met het behang in de woonkamer. Paco is momenteel met de kinderen thuis en ik ben in ons nieuwe huis, want ik heb net de wand afbehangen. En ik ga nou kijken wat er onder het zeil ligt, wat hier ligt. Dus dit zeil ga ik eruit halen en kijken wat eronder ligt. Een pakketvloer onder. Niet helemaal mijn kleur, dus we gaan even kijken wat we hiermee gaan doen. Heel snel, want volgende week wil ik al wat meubels verhuizen. Gaan je deurtjes eraf van je kast, Jake? Ja. Ja. Gaan die naar het nieuwe huis? Ja. Nou, doe maar schroeven dat, Jake. En ik wil niet. Wil je niet op de film? En zo'n papa doen. Ja. En dit is mijn doos. Ja. En nu de dino's in de auto's. Ja, die moet ik ook mee. We zijn natuurlijk druk bezig in ons nieuwe huis. En daarvoor moet ik een wand bekleden. En daarvoor ga ik deze platen gebruiken. Dus het babyhoekje gaan we gedag zeggen. Kijk. Ons babyhoekje. De wandplaten ga ik namelijk gebruiken om een achterwand te maken voor een speelhoekje in het nieuwe huis. Dus die ga ik eraf halen. En het gaat gewoon heel simpel, zoals je kan zien. En dan zie je weer gewoon ons mooie behang. Daar zijn de nieuwe kopers ook heel blij mee. Lara sliep nou toch niet meer in het wiegje. Die sliep nou in het campingbedje hier bij Jake. Dus... Die gaat er niet veel last van hebben, maar ik vind het toch wel weer, ja, jammer. Maar ze krijgt een hele mooie nieuwe kamer terug. We zijn nu in het nieuwe huis met de achterkant van ons babyhoekje. Dit gaat namelijk de achterkant worden van ons nieuwe speelhoekje. En daarvoor hebben we eerst de oude schouw verwijderd. En ik heb er nou een frame omheen gemaakt. Ik heb het geïsoleerd. Ik heb het aan de bovenkant dichtgemaakt. Alleen daar moet ik nog iets doen. En dan gaat deze plaat daarvoor. En dan komt daar dus het speelhuisje te staan. Nou, verbouwen met kinderen hoor. Hier één, daar één en een doos met speelgoed. En een vloer die we gaan leggen. Weet je? We gaan nu een vloer, hè? Ja. Ja. En vloer met kinderen. Dus eigenlijk ben ik deze vloer aan het leggen. Dat probeerde ik in ieder geval. En toen sneed ik in mijn hand. Dus laat dat een les zijn voor jullie. Altijd even bescherm werkhandschoenen aandoen. Als je aan het snijden bent met scherpe messen. Dus nou wacht ik eventjes op hulp. En ook om dit goed te leggen. Zonder allemaal kinderen erop. Wat is Lara? Een koning. Hey Lara, ben jij koning? Ja! Yeah.